Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Shamila en vandaag is het geen gewone vlog, maar de aflevering, of de stukjes waar ik in zat, van Giels en Gasten, waar ik te gast was bij Van Giels en Gasten, te gast. Dus veel kijkplezier en ik zie jullie morgen terug in de normale vlog. Goedenavond, de jongere generatie neemt het van ons over vanavond. Kijk eens wie hier allemaal zijn. Dit is Jamila Baidu. U kent haar misschien van The Voice, maar jonge mensen die kennen haar vooral van internet. Jamila Baidu en Sam Geuns. Ja, welkom. Gert Jamila, die ga je zeker kennen. Nee. Van The Voice, van The Voice. Van The Voice, ja. Van The Voice. Ja. Maar ik hoor nog andere dingen en daar ken ik ze niet van. Ja, maar dat, is, ja. Ja, dat heb je met ons, hè? Voilà. De oudjes. Jongeren kennen haar van YouTube. Dalila, jij moet ze al wel eens aan het werk gezien hebben. Dat kan niet ik anders. Heb al een paar filmpjes gezien, ja. Oké, leuk. Ja. Filmpjes die tot 1 miljoen keer per dag bekeken worden. Wat missen we als we niet kijken, lieve? Wel, zal ik... Op. Ik zal zo zo'n filmpje laten zien. Maar je doet van alles, hè? Dus... Ja, combinatie van zang, een beetje humor, ja. Pranks, alles. Soms heel erg... Wat, pranks? Pranks. Ja, wij noemden dat vroeger gewoon een mopje. Ah. Nee, mensen weten niet. We hebben een liedje als voorbeeld, een cover van jou, een Antwerpse versie, laat maar zeggen, van ja, een bekend poplied. Ik doe altijd mijn liedjes naar het Antwerps. Inderdaad. Een voorbeeld. Stel, ze geven levenslang om mij. Zou jij hier dan nog staan? Om mij zij of goden zeggen nee. Ik moet daar niet meer, fucking lelijk een beer. Maar als ik veel geld zou bezitten, dan zouden niet mee een ander liggen wiepen. Het is oké, ik heb het verstaan, hier is het gedaan. Ik zoek wel een ander een banaan. Maar zeg, zouden willen dat ik met jou vrij? Zou dat leven kunnen delen met mij? Zou er zin om mij te kalmeren? Of om mij te bezeren? Zijn wij samen nummer 1 of een tegenpartij? Ik zou het willen weten. Jamila Baidu, dames en heren. Ik was net aan het denken, K3. Dan hadden we toch naar de 3 biggetjes moeten gaan. Dus ik had in ieder geval heel veel jongeren begeesteren. 1 op 5 van de jongeren vindt dat een relatie, of dat een relatie zonder liefde, dat zou moeten kunnen. Ik vind dat je het dan geen relatie niet meer noemt. Maar dan? Maar dan wel? Oftewel, denk ik, een vriendschap. Ja? Oftewel, een seksrelatie. Ik denk dat dat bij iedereen anders is. Ik denk ook, weet je, mensen hebben regels onder elkaar in een relatie. En ik denk persoonlijk van, weet je, ik ken koppels die elkaar bedriegen elke dag. En die vinden dat maar oké. En allee, ik denk, als dat voor hun een relatie is, is dat voor hun een relatie. Maar... Toch? Allee, ja, dat is een beetje... Ja, ik was echt aan het kijken, ja. Tuurlijk. Hey. Over seks, blijkbaar zijn, dat blijkt ook uit de enquête, dat one night stands, holy bee seks, masturbatie, seks, speeltjes, porno. Allemaal oké, dat dit jongeren daar veel vlotter mee omgaan. Ik persoonlijk wel, omdat ik heel open ben op zo'n vlakje. Ja. En ik deel dat ook met plezier. Dat was echt vol overtuigend. Ja, dat was overtuigend, ja. Nee, maar ook in mijn video's en zo, altijd wel over seks. Ja, weet je, maar... Met anderen merk ik dat wel iets minder. Allee, mensen in mijn omgeving, ja. Van mijn leeftijd en zo, die zijn er iets rustiger in. Ja, niet allemaal even open zoals jij. Trouwen is een droom voor mij. 45% zegt ja, dat is bijna de helft. Jamila, iets voor jou? Trouwen? Ja? Nee. Nee, karma. Totaal nooit. Niet. Totaal. Waarom niet? Ik vind dat, allee, een beetje cru gezegd, bullshit. Ik vind dat echt bullshit. Ja? Ik vind gewoon... Als ik elkaar graag zie, dan is dat voor mij genoeg. In de plaats van dat met een papiertje in orde te maken. En, allez, ik vind gewoon niet dat er iets in zit wat een meerwaarde geeft aan een relatie. Jij gaat nooit trouwen? Nooit. Jawel. Vooral geïnteresseerden, hou er rekening mee. En die dag was echt een fantastische dag. Een mooie samenhang van cultuur. Als je de mensen bekijkt, ja. Dat was super. Dat laat je allemaal schieten, hè, Jamila? Dat laat je allemaal liggen. Nee, ik vind dat heel mooi om dat te zien bij anderen, maar ik wil daar gewoon niet in zitten. Allee, ja. Maar ik snap zelfs uw argument. Ik snap wat je zegt. Van dat je, ik vind ook niet dat, dat je moet trouwen om je relatie dan, dat het dan beter zou zijn. Ofzo. Jamila, heb jij dingen geleerd op school waar je later iets mee was? Nee. maar dat is omdat ik altijd heb geweten van ik wil doen wat ik nu doe. En ik denk ook niet dat dat weer een meerwaarde zou zijn, moest ik daar...
mijn diploma voor hebben. Of... Je bent ook niet afgestudeerd? Ik ben niet afgestudeerd, nee. Nee. Heb je geen schrik? Ja, van nu wel, ja. Nee? Okay, dat vind ik, daar ben ik heel jaloers op. Ik ben ook niet. Maar schrik, waarom? Ja, ik, ook, ik heb schrik dat... Het is een volatiele sector, hè. Ja. Dus om altijd... geen zekerheid te hebben, bedoel ja. Dus ja, ik bewonder dat echt aan u. Ik leef echt zo van dag tot dag en ik probeer een dag te overleven. En als ik slaap... Elke avond in mijn bed zeg ik dat ook. Ik heb een dag overleefd. Wel morgen ja. Nog. Ik maar je leeft precies in de jungle. Ja, ik weet het. Wat zeg je, Emma? Ik zou dat niet kunnen. Ja. Echt, als ik één goal moet hebben in mijn leven, ja. Wil ik kunnen zeggen dat ik mij geen zorgen moet maken om geld. Jamila, wanneer ben je gelukkig? Ik ben gelukkig. Ja, dat zie ik ook. Dat zie ik. Super. Ja. Ja. Maar heb je daar veel geld voor nodig? Of wil je vooral kunnen doen wat je graag doet? Vooral doen wat ik graag doe. Dat wel. Met nu ook alles wat ik doe, dat is intensief voor mij soms. Ik push me eigen ook om soms bepaalde dingen dat je nodig hebt te laten, zoals slapen bijvoorbeeld. Dat laat ik heel veel. Om mijn dingen te kunnen doen. Van die video's bijvoorbeeld. Maar ja, ik ben gelukkig. Ik heb daar ook geen inkomen mee. Allee, toch wel een gedeelte, maar niet om te zeggen van... Ik heb een jacht. Ja. Jamila Baidoo, dank je wel.